Yo kijkers, ik ben Tabitijn Games en vandaag gaan we weer Minecraft roleplay doen. Het is intussen alweer eventjes geleden dat wij Minecraft roleplay hebben gedaan, maar we zijn er weer. Zoals jullie misschien weten van de vorige aflevering, en mocht je die nou nog niet gezien hebben, zoek dan zeker even op het i'tje. Maar zoals jullie weten van de vorige aflevering, we hebben een soort van PvP gedaan tegen verschillende mobs. Daar hebben we of de smaragd zee of de smaragd aard gekregen, dat weet ik niet precies. En we hebben wat quizvragen moeten beantwoorden over deze survival en hebben we ook een van deze twee gekregen. Vandaag gaan we de smaragd der vuur krijgen. En dit krijgen wij zodat wij magische krachten gaan bezitten. Maar dit gaat me denk ik wel wat kosten, want jeetje. Maar wat we eerst moeten gaan doen is even deze twee smaragden aan een muurtje ophangen. Want als het goed is... Hoe is dat? Ja, kijk. We moesten hier. Oké. Deze hier. En deze hier. Nice. Oké, die staan hier mooi. Dan moeten we alleen nog de rode krijgen. En helaas, ik mag niet... mijn spullen in een kist doen. Dus ik ga hoogstwaarschijnlijk allemaal items verliezen. Maar ja, laten we hopen dat het waard is. Ik heb best wel wat goede spullen. Oké. Voilà. Ik ging bijna fout. Oké, dat wordt echt zo lastig. Aangezien dat is altijd best wel glitchy zo dingen. Ja, ik wist ook gewoon dat... ben ik gewoon alles kwijt. Maar een voordeel, nu maakt het ook niet meer uit als ik dood ga. Ja. En dan ben je gewoon alles kwijt. Want ja, ik heb nog wel wat spullen liggen. Maar ik heb de belangrijkste spullen als een tools en zo. Die heb ik allemaal bij me, hè? Oh! Ha, en ik doe die jungle jump toch helemaal niet? Ja, dat doe je auto... Ja. Nee! Ja. Nee! We zijn er maar net begonnen, maar het voelt echt alsof ik echt al heel lang... Ja, ik ga maar gewoon zo. Als ik dan toch... Ja, ik word toch daar gespand. Dus dan... Ja, sorry. Dan maar cheaten, want... Ik ga niet daar weg als ik daar gespant word. Volgens mij moeten we dan vanaf die soul sand. Soul soil. Een van de twee. Ja, prachtig. Nee! Ja, yeah, nice. Nice, nice, nice. Ik hoop dat dit een nieuwe checkpoint is, by the way. Oh, ja, nice. Oké. We staan bij de finish. Nee! Nee! Ik ben echt koud. Slecht! Ja, dit weer. Misschien helpt een ander kleurtje van mijn toetsenbord. Kijk, nu heb ik een ander kleurtje. Dit moet lukken. En even een ander kleurtje van de achtergrond. Dan gaan wij dit fixen. Ja! Ja! Jezus, dat duurde lang. Eindelijk, zeg! Smaragd der vuur. Yes! De laatste smaragd. Ik vraag me af wat er dan gaat gebeuren. Ik weet dat we het krijgen om te kunnen toveren, maar... Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Het lijkt erop alsof we iets gaan activeren. Holy shit! Oké, een hele nieuwe ruimte. Maar wat moet ik hier dan? Waarvoor ben ik hier dan? Oké. Wow. Dit is epic. Wacht. Kristallen. Oh ja, deze had ik nodig. Oh ja, deze is vet. Heel erg nice. Die had ik natuurlijk nodig. Oh ja, dat had hij gezegd. Dat ik die drie kristallen nodig had om dit kristal te krijgen. Dat werd mij verteld. Ja, ik denk dat we maar gewoon terug moeten. Ik weet niet meer hoe ik goed bij mijn huis kom, maar... wat is dat? Jongens, ik moet nu echt... Paarse magier! Is alles goed? Ik denk het. Ik weet niet. Hey, hij kwam achter me aan. Want dat scheelde niks. Nee, precies. Echt. Pas je de volgende keer op? Ja, ja. Want al het leven in het universum ligt in jouw handen. Zonder jou zijn we geschiedenis. Ja, ik weet het. Ik kon er niks aan doen. De rode magier stuurt geest op deze mooie wereld af. Hij wil ons verzwakken en vooral jou. Want jij wordt met de dag sterker en wijzer. Ja. Dus pas echt op, mijn jongen. Maar laten we kijken naar het goede nieuws. Je hebt de kristal der elementen tenminste.
Je mist één element, maar dat doet er nu niet toe. Ik leg het je later wel uit. Het belangrijkste is dat je veilig bent en het kristal hebt. Jouw volgende taak is om de staf te vinden. Veel succes, mijn jongen. Kijk dus elke dag in je brievenbus voor je volgende missie. Veel succes. Oké, dus als het goed is, krijg ik nog te horen van jou waar ik die staf moet vinden. Oké. Wees zo snel mogelijk, want ik ben al mijn spullen kwijt. Dus ik ben nu echt heel erg zwak. Snap ik. Ja. Nou, doei doei. Nou jongens, we zijn echt heel erg zwak nu, maar ja, we hebben echt bijna, ja, we hebben wel nog wat spullen liggen, maar het is echt niet veel. Het is echt heel weinig wat we hebben. Zo, als het goed is kunnen wij zo lekker naar ons huis. Oh ja, we hadden natuurlijk dit, hè? Ja, alleen ik heb geen minecart bij me en die ligt hier ook niet, dus oh, wel slecht van me dat ik die deur dan open laat staan. En zie zo, naar beneden. Overkant. We gaan wel voor dit. Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog onze grote vriend Vincent de Visser hier wonen, hè? Misschien moeten we even gaan kijken of hij wat met zijn huisje heeft gedaan. Of hij tevreden is gebleven met zijn huisje. Het lijkt tot nu toe allemaal tamelijk hetzelfde. Ik ben even op reis. Ben later weer terug. Oh! Hij is gewoon op reis. Oh! Oh, hij heeft nog wel vis voor me. Nice. Zijn boot is ook weg. Er stond hier altijd een boot en daar ging hij altijd in vissen. En zijn boot is ook niet in een van de kisten, dus... Ik denk dat we een keertje hem moeten gaan verrassen met iets met zijn huisje. Dat als hij terugkomt, dat hier in plaats van zijn huis echt een villa staat. Ja, dat is een leuk idee. Dat is leuk. Ik denk dat we Vincent er heel blij mee gaan maken. Ik bedoel, jongens, je moet mensen altijd gewoon verrassen altijd, hè? Maar jongens, de grote vraag is eigenlijk, wat moeten wij doen met... Oh, shit. Wat moeten wij doen met deze kristal? Want we hebben natuurlijk onze eigen schuilplaats hier. Met onze inventory en zo. Maar is dit geheim genoeg? Is dit wat wij zoeken? Ik ga terwijl ik slaap wel even erover nadenken. Wat is nou een goede plek? Ik heb wel bedacht, volgens mij, in mijn slaap. We kunnen natuurlijk dit plekje. Want dit plekje, dat had de magier... Oh ja, toen wisten wij niet waarom hij dit voor ons had gemaakt. Het geheime plekje. Een heel lelijke geheime plekje, moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk de perfecte plek. Was dat de bedoeling ervan? Dat wij het... Volgens mij wel. Ja, dit is perfect. Daar kan ik perfect kristallen elementen bewaren. Helemaal geweldig. En dan kunnen wij nu even de rest van de spullen even wegdoen. En even wat dingen gaan maken en zo. Je weet wel. We willen sowieso even wat steen meenemen, denk ik. Oh, hier hebben we nog meer diamonds. Ik dacht echt dat ik wel meer diamonds... Oh, ja, hier zitten waarschijnlijk... Ja, nice. Oké, hier zitten 4 diamonds in. Even wat hout moeten we meenemen. Dan gaan we even wat tools maken. Even wat hout hakken. En dan gaan we even onze grote vriend blij maken. Nou, dan hebben we al wat spulletjes. Dan gaan we even wat hout hakken. En dan kunnen wij onze grote vriend blij gaan maken. Wil ik ook wat birch meenemen? Waarom niet? Even kijken. Ja, dit is veel te klein. We moeten er echt een stuk buiten bouwen. Eerst halen we even dit weg. Oké, we hebben in ieder geval nu een stuk meer plek om te gaan bouwen. We kunnen hier beginnen. Kleine uitbouw. Maar er mag vooral ook gewoon meer in, hè, in het gebouw. Nou, dus in de volgende aflevering gaan we hier verder aan werken. Ik zie jullie in de volgende aflevering. En misschien hebben wij dan ook wel weer de toverstok. Dus ik heb er zin in. En jullie ook, druk even een duimpje omhoog. Abonneer beneden, zodat je op hoogte blijft van de nieuwste video's. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg!